Ik ben Mirjam Sahraoui en ik was researcher bij de documentaire De Doula's van de Stad. Nou, dat is alweer een tijdje terug dat we deze prachtige vrouwen op het scherm hebben gezien. Dus ik dacht, ik ga weer eens kijken hoe het met iedereen is. En vandaag heb ik Hamida. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed, Mirjam. Ontzettend leuk om elkaar weer zo via Zoom te ontmoeten. Hoe gaat het met je werk? Wat ben je allemaal mee aan het doen op dit moment? Ja, ik ben in ieder geval sowieso met dit thema bezig natuurlijk. Om geweld bespreekbaar te maken, taboes eraf te halen. En te kijken van hoe je gevoel zeg maar echt bij de mensen kan brengen. Ja, want je bent een schrijfster, je hebt boeken geschreven, je spreekt overal. En toen deed je mee met onze film. De film was voor mij zo bijzonder. En wat ik daar zo bijzonder aan vond, is eigenlijk ook in het werk wat ik deed, ook tijdens coronatijd, dat je dan eigenlijk alles moet omzetten naar digitaal. Dus vooral lotgenotencontact en dergelijke, dat echte contact met mensen, was ik bang dat ik dat contact zeg maar niet terug kon krijgen. Maar met Doula's van de Stad hebben we wederom echt laten zien dat dat dus wel mogelijk is. Dat je gevoel en emoties kan delen met elkaar. Ook al zijn het mensen die je niet eens kent. Maar toch, in die gesprekken die we hebben gevoerd, daar was zo'n enorme diepgang en zoveel waarde. Maar ook heling, gesprekken over trauma. Waarvan je denkt van, goh, is dit mogelijk? Ja, mooi. En kun jij je nog herinneren hoe dat was om daarin te stappen? Die ontmoeting met inderdaad al die, in eerste instantie misschien hele verschillende vrouwen uit allerlei verschillende hoeken. En waar ja, heeft het jou geraakt? Wat mij daarin het meest geraakt heeft, is eigenlijk die geraaktheid in elkaar. En dat je elkaars pijn kan voelen, elkaars emotie kan voelen. Maar tegelijkertijd, wat ik zo prachtig vond ook aan de film, is dat er een stukje onbevangenheid terugkwam. En ook die onschuld. Want dan denk ik van ja, dat is eigenlijk ook de kern van ons mens zijn. In de film kwam dat weer terug. Dus dat vond ik heel erg mooi. Ja, ja, precies. Die boodschap van hoop inderdaad. Dat je dan ondanks alles nog in die lichtheid kunt stappen. Hè? Ja, ik denk dat dit een van de belangrijkste factoren zijn voor mij. Ook om met dit thema te kunnen werken. Juist het bieden van hoop. Het juist laten zien dat je zelf ook licht kan creëren. Vanuit die diepe donkerste dalen waar je in bent geweest. Wie jij nu bent geworden door de pijn, ja, dat is ook, je kunt het bijna zeggen dat het ook een cadeau is aan jezelf. Want je hebt andere lessen geleerd en waardoor je ook andere mensen kunt helpen die daar dus nog niet op dat punt zijn gekomen. Jij hebt vaker online dit soort diepgaande gesprekken gevoerd voordat we met de doula's begonnen. Is er in dit proces van de doula's iets gebeurd wat nieuw voor je was? Wat je verraste? Als ik kijk naar mezelf, dan wil ik dan echt bij mijzelf blijven. Dan denk ik die geraaktheid waar ik het net al over had. Hè, die geraaktheid ook in mij. Het moment dat je dus die diepte ingaat, dan ga je toch weer door die pijn. En ik heb gemerkt dat dat ook niet erg is. Hè. Je voelt die pijn. Je voelt die geraaktheid en ik was ook best wel emotioneel ook daardoor. Maar tegelijkertijd voelde het voor mij ook helend. Omdat ik ook weet van het moment dat ik puur echt vanuit mijn gevoel en puur ook vanuit die diepe pijn spreek, dat ik daarin ook echt in verbinding kan staan met anderen. Ja, mooi. Bijzonder. Ja. Goed. Na de uitzending op televisie, wat waren de reacties in je omgeving? Ja, de reacties uit mijn omgeving die waren gewoon zo mooi. Heel veel complimenten over de film, maar ook over de doula's zelf. Dus de doula's die mochten huilen, die mochten emoties tonen, die mochten gewoon zichzelf zijn. En tegelijkertijd, naast het trauma en alles wat ze hebben meegemaakt, zijn het gewoon hele krachtige vrouwen. We hebben van onze kwetsbaarheid onze kracht gemaakt. En dat is, dat wordt heel erg gewaardeerd. En ik denk dat dat ook een heel veel hoop geeft aan mensen. Ja. Ik hoop dat mensen die de film bekijken, dat ze daarin een stukje erkenning voelen, een stukje herkenning, een stukje troost, dat wij steun kunnen bieden, ook
in hun donkere dagen. Dus dat hoop ik oprecht. En dat daarin ook hun stukje heling, zeg maar, kan starten.